met kerst is altijd denk ik belangrijk om het saamhorigheid en het gevoel van samen zijn. Ja, is heel belangrijk en vooral dat benadrukken. En ook dat kinderen inzien dat wij eigenlijk best wel in luxe leven en dat niet iedereen het zo goed heeft als wij. Merken jullie dat het nog enorm leeft ook hier in de, onder de kinderen van de Bloemers? Ja, sowieso. Sowieso als de docenten worden opgesloten, dan is het gelijk, oh leuk, wie gaat erin? En dat is raden, dus dat leeft dan ook echt. Maar ook, ze zijn super druk geweest met allerlei acties. En ja, dat is ook super leuk als je ziet hoe ze zo'n inzet tonen. Hoe belangrijk vind je het dat je het goede doel ook steunt? Ik vind het belangrijk omdat iedereen moet zijn eigen familie bij zijn eigen familie zijn. En ja, ik hoop dat heel veel kinderen weer bij hun familie komen. Ik vind het heel belangrijk, want als ik mijn ouders ook niet had, ja, dan had ik het ook wel moeilijk gehad. En ik gun het andere mensen ook. Hoeveel proberen jullie op te halen deze twee dagen? Lastig, lastig. Ik hoop zelf dat wij... Ja, vorig jaar hadden we een bedrag van 8000 euro en ik hoop dat wij daar weer op zullen komen. Maar ja, we gaan ervoor. Ik hoop echt dat we dat gaan redden. Op welke manier haal jij geld op deze week? We gaan lege flessen ophalen. We gaan klusjes doen met de klas. Ik heb gisteren al flessen opgehaald met een vriendin en hebben ook 60 euro mee opgehaald. Wat vind je ervan dat de rest van de leerlingen ook allemaal acties organiseren? Ja, ik vind het goed, want wij doen het ook om een doel met onze klas. Want dan kunnen we morgen op school slapen. En dan wordt dat, ja, dan hebben we ook zeg maar een doel gewoon voor onszelf. En ook dat het andere kinderen het ook wel goed hebben. Wat vind je ervan om je docenten nou ook zo achter slot en grendel te zien? Grappig. Ja, ik vind het wel grappig, want nu hebben we natuurlijk ook al wat uitval. Dat is natuurlijk wel fijn. En ik vind het ook wel grappig dat ze het doen. Ja, wat voor plaatjes ga jij draaien? Nou, ik heb wel wat liedjes uitgezocht al, maar ik weet niet of de leerlingen dat zo leuk vinden. Maar juist die moeten geld brengen om verzoekjes in te dienen. Dus ik hoop dat ze dat ook gaan doen.